de Vlaming heeft volgens mij een beeld van Hollanders dat daar alles kan. Maar het is niet zo, vind ik. Holland is ook wel een beetje een normenland. En je hebt daar een bepaalde laag, die we dan vaak het VPRO-volk noemen, of Nederland 3-publiek, die wel degelijk begrijpen waar het over gaat. Die ook ja, wat beeldender kijken, wat literairder kijken, die gewoon kunstzinniger kijken en die vatten heel goed waar we hier mee bezig zijn. De Vlaming is van nature volgens mij veel surrealistischer, is veel meer met het beeld bezig vaak, met de sfeer. De Hollander is altijd met het woord bezig. Het komt door de kerk. In Holland zijn ze een paar met alle beelden gaan weghalen. Met de beeldenstorm. Het beeld vertelt daar niks. Het is het woord en niet al. Ik heb dat gemerkt met de humor die ik maakte. Dat er soms in Nederland om een grap gelachen werd. Hadden we 20 keer in Vlaanderen gespeeld. En een paar grappen waren grappig omdat ze beeldend waren. Of atmosferisch of whatever. En een soort associatie aan zich hadden kleven. Kwam je met diezelfde grap in Nederland. Dan werd ineens om de inhoud gelachen. Om drie woorden die achter elkaar stonden. Ik zeg maar wat. En dat vind ik toch wel dat de inhoudelijke humor, ja, die gaat er beter in Nederland. En ik heb ook naast mensen gezeten die dan echt vrijwel direct zeiden, toen we naar Krimiklans aan het kijken waren, naar een aflevering, zei een vrouw van, nou, dat is totaal ongeloofwaardig. Ja, dat kunnen van alles zeggen wat surrealistisch is, want het is niet realistisch. Het zit er bovenop. Het is hyperrealisme of surrealisme, whatever, magisch realisme. Noem het zoals je het wil. Het is gewoon. Het gaat iets meer. Het is uit zijn verband gerukt. Dat is film en kunst sowieso vaak. Maar, dus ik weet dat er in Nederland wel een publiek voor gegaan is. Het zat een beetje op een zender. Veronica, ja, dat is. Ik lag in een hotel te zappen en ik zat op Veronica ineens van. Wat zullen de clowntjes morgen doen? Zo, dan denk je, ze zitten naar de pfas te kijken. Dus het is een totaal verkeerd daglicht wat ze erop zetten. En van, die Belgische clowntjes zijn graag gekke dingen aan het doen hoor. En dat is natuurlijk niet wat we gemaakt hebben. We hebben gewoon een bende criminelen die ook clownen zijn, of clowns zijn. Dus het is maar, hoe verkoop je een ding? En dan dat publiek gaat naar kijken en zegt, ja, dat begrijp ik niet hoor. Dan houdt het ook op. Dus ik denk, maar de mensen, wat wonderbaarlijk is, dat de echte diehard interessante kijkers zijn er echt naartoe gekropen. Hebben het gevonden en waren fan. Net zo goed dat ze fan waren van de Matrushka's en gewoon heel veel Vlaamse films die dan eigenlijk amper in de bioscoop te zien zijn, die mensen dan toch vinden. Want ze vinden dat, ja, ze voelen ook wel dat interessant werken, zoals Helaasheid der Dingen en dat soort dingen, Runskop, ik zeg maar wat.